maar dat is goed. We moeten vooral zin in hebben, hè. En wat belangrijk is, straks even een teentje achter die blauwe mat. Want er zit een chip aan je veter en die gaat al de tijd berekenen op het moment dat je op die mat staat. Dus even mooi je voetjes achter de lijn. En dan gaan we straks een kilometer hard lopen, hè. Dat is prachtig, 1000 meter. Ik heb nog wel even een vraag, wie gaat er winnen? Nee, maar dat is mooi. We hebben een hele peloton die gaat winnen. Ja, we moeten straks achter deze leren. Is er ook een achterofficer, die is het ook. Dit is een wedstrijd die straks als laatste hier binnenkomt, maar dat maakt er maar niks uit. Meedoen, dat is het allerbelangrijkste. Want hardlopen is een prachtige sport, hè. De atletiek is de moeder aller sporten, wordt er gezegd. En zo is het maar net. Hier staat van vandaag. Mooi. Tot en met 8 jaar. Jongens en meisjes, dat ook niet. Dus ik ga straks ook een mooie huldiging krijgen. Dat is 1, 2 en 3. Hier is de uitslag. Oké, tijd van Emmy klaar. Deel 1 is op uw plaatsen. Oh, gaan ze. Applaus erbij. Nee, allemaal hard weggelopen. De kilometer is onderweg. 1000 meter. Nou, dat is een mooie Harm Otten. Hij heeft zijn handtekening gezet onder een sportief contract voor deze mijn fysio Flipperstad Lab. Hij is talentvol bij zijn reizenzaak bij Chris Nijsselbent. In 3 minuten en 39 seconden. Ja, dat is een plaat, dat hoort erbij. En hier komt hij van de atletiekvereniging naar de Hagenberg. Hier is Tijmen. Tijmen Rokkeling, goed gedaan Tijmen. Ik ben zo mee. Moet ik mijn jongen ook voor de kleuren van het zin. Als goed 88. Goed gedaan Hidde. Goed gedaan man. Ja, dat is nummer 3 in de uitslag van vandaag. Hier bij deze kilometer. Dan zit je prima presteren. Hier komt de andere meisje, Stef. Ik was wel handig. Ook weg naar een mooie prestatie. Het snelste meisje gaat applaus krijgen. Hier komt Sil. Sil, goed voor Sil. Goed voor de lopen wij. 4 minuten. Ja, we geven een medaille af. Kijk eens, je krijgt ze. Medaille moet je hebben, hè? Ik zal alleen twee. Nee, nee, nee. Jelina, Jelina Kappers uit Bergendaan. Zal ik hem ophangen? Gefeliciteerd man. Andere klassieker, de Wanderloop. Hier in Nederland stappen we die rakken door de vrachtwagen. Gaat die meneer zo meteen vertellen. Aan de Heidenberg, die komt voor jou ook een prima tijd hoor. 5 minuutjes maar. Op de kilometer. En er zijn er nog een paar onderweg hier. Voor die Want daar is de finish lijn. Komt jouw naam ook in de uitslag terecht straks. Rosanni, Jordi Weijgen, goed zo Jordi. Goed gedaan man, sterk hoor. 6 minuten, man, 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 de tijd. Jullie zijn zo snel, zelfs naar de finish zijn jullie zo snel. Goed zo hoor. Kijk eens, alsjeblieft. Mag ik hem even op de foto zetten? Even kijken erbij. Hallo, even kijken. Hallo, even kijken, Johnny. Hallo, Johnny. Kom maar, 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 kom ma
Kom maar, dames. Wat krijg je? Kom maar, kom maar. Kom maar. Kom maar. We gaan ons straks goed maken met vragen hier voor de kleine man. Ja, dat is goed. Tweeënhalve kilometer, dat is op dit moment het programma waar we met 5 minuten... Ja, dat is goed. Gaat papa lopen straks? Nee, ga gewoon lopen straks. Ja, dat is goed. Ja, maar ik denk zo. Deze wedstrijd over 2,5 kilometer. 35 deelnemers, 2 categorieën. Mag ik hem even vasthouden? Is het nog niet klaar? Want dan moeten we nog een hartje hebben. Ja, dan ben je. Geen startpistool, maar we laten het geluidssignaal horen. Dat is het moment van vertrek. Laatste 30 seconden. Op uw plaatsen. En dan weer een seintje. Ah, je komt het al aan de start zien. Dit is wat de serieuze categorie zou je kunnen zeggen. Laatste stand van zaken. 7 de deelnemers. We staan de finishlijn. En dan start 109. Dat is een klein zotte. Goed gedaan. Ja, kom maar,
ons dat dan nog zal maken voor de prijsuitreiking hier. Je hebt niet meegeloofd, hoor, of wel? Dus als ik een pleister nodig heb, ben jij de klok? Dank je wel. Mooie, nieuwe podia. En we willen graag even hier naartoe. De drie volgende dames. Sophie, Arkes, Isabel, Kappert en Myrthe, Gerrit. Dames, kom aan. Als je even achter het podium gaat staan, dan gaan we je op het podium nodig. Dus even achter de nummer 3 gaat staan Sophie. Achter de nummer 2 Isabel. En achter de nummer 1 Myrthe. En straks op het podium gaan we horen. Dat is nooit officieel, hè? Zijn jullie klaar voor? Ik hoor nog geen applaus. Nu wel. Mooi zo. Gaan we naar de derde plaats. Kom op het podium. Sophie Arkes. En ik ga nu al werken krijgen namens mijn fysio. En ik ben hartstikke blij mee. Even een pauze voor Sophie. Dan gaan we naar de derde plaats. Blijven we staan mee. Blijven we staan. Want we maken er een hele mooie foto's van. Mooi blijven staan. Dan gaan we naar nummer 2. Isabel Kappen met Bellen. En kom Isabel. Dan helemaal uit kant en niet voor niks, want we doen er eens hier Esmee Bakker.
11 minuten, 10 seconden. Winnares, meisjesstoornet, 15 jaar. Dames en heren, voor het foto blijven veel lachen. Komt ie. 1, 2, 3. Daar gaat de mooie foto. Amy, Amber en Esme. De beste drie meisjes. De huldiging. Op een mooie tweede plaats in Bergedijn zijn Rutten, 13 minuten, 25 seconden. Dan de nummer 1, winnaar in deze categorie, Thijs Otte, Ruchtenveld, 9 minuten, 42 seconden. Jongens, ik kan even de 3 voor de mooie maker even goed laten zien. 1, 2, 3, applaus voor Stijn en Thijs. De resten bij de jongens tot met 15 jaar. Kom jongens! Kom Benny! Lekker tempootje dit. Nou, noem maar een raafje. En bij de dames was daar Aline Koutstra de snelste met 18 minuten en 23 seconden. Vandaag heb je zelf kunnen zeggen, dit is natuurlijk zoals in het Duits mooiheid een voor- en zijdoen. En dat is een beslissing al in de wedstrijd, hier over 5 kilometer. Deze mannen, ik noemde hem al een paar keer, Nick Marsman, heel veel de winst. De achtervolgers van vandaag met Jan Rump uit Radewijk. Ja, dat is mooi. Hier zien we dan deze Ellen van der Kolk, zoals hij al noemde. Ook de mooie bijdrage van Tion. En is vanavond van plan om in dat mooie Hardenberg bij deze Kleppenstadloop ook mooie dingen te doen. Yvonne Meijer noemde ik u al even. Vandaag in gezelschap van die andere ACO-talentvolle Naomi Heidema. Die zien we dus ook hier voorbij komen. Deze 5 kilometer. Hier komt Gerja Sielman, de atleten van Bertel Bergerlopers. Ook altijd mee met de besten in de masterscategorie. En dan Wilfried ten Kaat, de man met Elen. Allemaal netjes onderweg, dat geldt ook voor de Groenen met Hardenberg. Gerjan Gerrits onder andere met Rob Hutten. Dit jaar nog bijzonder goed in de Twente Marathon. En allemaal lopen ze natuurlijk graag mee in het eigen Hardenbergse Gert Berends, de man met Frans Hoop. Jan ten Kaat, de talententrainer van de Hogeveense Atletiekclub, ook onderweg. Hier is Edwin van den Akker uit Hardenberg. Heel veel mensen natuurlijk uit de omgeving en marathon. Hier is Jan Hofzink uit Bergentheim. Daar waar die mooie pantomloop dit jaar weer plaatsvond, ook daar met een prima aantal deelnemers trouwens. René van Assen uit Raalte, dit jaar daar met een titel Center Raalte run. Loop allemaal hier rond bij deze Klepperstadloop. Allemaal dus in de laatste ronde nu. Het zijn er immers 2 ronden die hier lopen in Hardenberg. Mooi meedoen aan deze wedstrijd in je eigen dorp is dat natuurlijk fantastisch. Hier met Robert Tellau onderweg. Gader bij deze wedstrijd. 5 kilometer. Koploper dus Nick Marsman. Niels Bakker, de volgende starter van vandaag in deze 5 kilometer. Ook voor hem geldt, prachtig gedaan, mooi weer het laatste rondje vandaag weer in deze prima uitgelopen Klepperstadloop. Hij is de nummer 3. Ja, dat was het ook, ja.
Nummer 4 in de wedstrijd. In de wedstrijd is over Graaf Vierenberg. Dennis Maas, hij zit van de Gentia. Rob van der Graaf. IJzersterk hoor. De man is een grootste man. Hier is de snelste dame van vandaag. Prachtige dame. Rianne van der Meld uit Groningen. Ja, goed Rianne. Goed man. 17 minuten. En 56. Ze komen helemaal van de kook. Oh, prachtig. Zij wordt IJzersterk tweede vandaag. Voluit genomen bij Hendana, Unique Health, de damescategorie hard gelopen. En Ajax, we gaan hem zaterdag winnen van Nederland bij de Masters categorie. Thijs de Lauw is het grote talent, regio Yvonne Meijer. Punten 42 seconden. U ziet er nog hard gelopen vanavond in Hardenberg. Dat kan ik ook toevoegen. En die dames zien je veel talent, talentvolle dame. Komt er steeds dichterbij. Dat is Naomi Heidema. Goed en heel prachtig. Gerja Soerman bij de Dordrijns, de master. Goed gedaan. Gerja Soerman is de volgende. Kijk eens aan. Allemaal onder die 20 minuten. Razendsnel ook bij de dames. Dus mooi op de start. En dan Gerrits kan ook onder die 20 nog blijven. Mooi gedaan. Allemaal tijden onder de 20 minuten nu nog. Hier komt Ronald Westert. De man uit Ruinderwold met het laatste. Hier goed. En deze kaartkoelmanen vandaag. Nu komt wel kapot uit Dalen. Kan je zich aanzien op de laatste seconden? Sorry. Toen ik was op 18, 17, 16 minuten, maar dan is het 11 jaar geleden. En van de achteren zat daar nog netjes voor. Kijk of jullie naar de klok aan het 20 minuten wedstrijd. Hier is Robert Haasjes. De volgende jaar bijvoer. Naar de finish line, dat is altijd het mooiste. Waar gaat jouw naam en uitslag komen? Geld op deze mannenkoper, Jos Walling. Nooit op deze. En dat geldt ook voor Michel Wierbos uit Nieuw-Leuze. En de volgende naam die ernaar terugkomt in de uitslag hier is, even kijken, René van Assen. Dat was die naam, uit de Raadse. Dit komt einde. Hebben we gehad. Nu gaan we naar de andere mooie eretijden, zeg maar 22 minuten. In deze wedstrijd hier over 5 kilometer. Daar komt van Marcel Heuvel. Adrie Benker is de volgende finisher. En Rob van der Velde, de Mannendalen Veen, ook al zo vaak erbij vanavond. Opnieuw. En 45 seconden. De stand is 680, komt José Koppert binnen. En we zien ook de aankomst van Bertil Landers. En ook de finishlijn van deze dame, Nora Assen. Zij is ook lid van de Hannoverse Club. Want ik weet van haar wel, we geven altijd alles. Iedereen doet zijn uiterste werk. En daarvoor zagen we nog Robin Hutte binnen. Uit Bergentijn, Wintike, goed gedaan hoor. Voor de papa finishen, Wintike Koppert. Hannoverse Atlanten die een uitslag komt. Ik heb hem niet gezien. Daar komt het nummer 24 minuten. En wie komt er mee? 24 minuten. Dan wordt er nu een beetje van sprinten ook aan het eind. Schouwman uit Hardenberg is de volgende. We zien hier wat zonder nummer. We hebben allemaal met zich wat in hopen. Dat komt de kaart er uit uiteindelijk. Uit die zit natuurlijk. En over elkaar gaat het alvast maar het laatste stukje. 25 minuten. Voor deze atleten, dit is nu naar de finishlijn lopen. In een snelle wedstrijd, dan was het. Madelief Verwij. Grachtenblad. De prijsuitreiking doen wij zo. Nick Marsman. Ik ga het proberen. Ja, andere kant. Ik ben een heel hard werk dat ik heb vanavond in de hand. Heel snel de prijzen uitreiken. Dat vindt iedereen leuk. Ook met stap nummer 845. Niels Rosink uit Nijverdal binnen. Jazeker, hoort er applaus bij wat iedereen doet op zijn of haar. Kima. En 697 is de naam van Jennifer Prins uit Hardenberg. Isje in Hardenberg.
bij de Hardenbergse Klepperstadloop. Nicole Honnebelin, netjes op lid van Sturt. In de atletieksport hier, Jolien Tubbe uit Poelvorde. Tot zo weer in, nog even sprint. De volgende drie dames masters. Helga Kistemaker graag achter de nummer 3. Gerja Zielman achter de nummer 2. En Yvonne Meijer achter de nummer 1. Dames, mag ik jullie vragen hier naartoe te komen? Dan gaan we de prijzen uitreiken. 1 keer, 2 keer, 3 keer. Helga Kistemaker. Prijsuitreiking 5 kilometer. Niet aanwezig, gaan we prijzen uitreiken. Op een tweede plaats, Bertolt Bergenlopers, Gerja Zielman. Prachtig gedaan, 19 minuten, 15 seconden. En de prijs wordt uitgereikt door Mijn Visio, de titelsponsor van vandaag. Winnares in deze categorie, zoals zo vaak dit jaar, Yvonne Meijer, de allersnelste van vandaag. 18 minuten, 43 seconden. Dan moet een mooie envelop erbij. En dan vragen we nog even van het fotomoment, even samen. Mooi. Ja, hoort maar dat weer laten zien. Hier zijn voor u Gerja en Yvonne. De snelste dames in de Masters categorie. Gaan wij door naar de dames senioren. De volgende drie vraag ik. Naomi Heidema achter nummer 3. Ellen van der Kolk achter nummer 2. En Lianne van der Welt achter de nummer 1. Deze dames willen we graag hier naartoe. En nu zijn ze gelukkig alle drie wel zoals het hoort bij een prijsuitreiking. Mooi! Op het podium gaan we hier huldigen. Op de derde plaats, talent heeft ze zeker, wat beter, Naomi Heidema. De nummer 3 van vandaag, lid van Aankoop van Helderen. 19 minuten en 10 seconden. Dan gaan we naar de nummer 2, ook bijzonder talentvol van Dion Ellen van der Kolk. 18 minuten en 6 seconden van de vereniging Twente is onze naam. En dan de winnares uit Groningen, dit jaar al vaker allersnelste, Lianne van der Welt. 17 minuten, 54 seconden. En dat was de enige die bijzonder 18 minuten is te blijven vandaag. Voor haar deze prachtige envelop. Dan gaan we ze even mooi vragen. Even die bloemen omhoog, de bloemen omhoog voor een mooi grote moment. Hier zijn we nu, Naomi Heidema, Elle van der Kolk en Lianne van der Belt. Mooi in het zonnetje, deze drie dames. Mooi mooi moment, met z'n drieën op de nummer 1. Een handje erbij, de glimlach. Kijk eens, dit is een prachtig plaatje. Drie dames op de nummer 1. Wij gaan door naar de mannen. Ook hier beginnen we met de mannenmasters, 50 jaar en ouder. Drie atleten, René van Wezen, graag achter nummer 3. Arjen Nix achter nummer 2. En Rob van der Graaf achter de nummer 1. Het loopje naar het podium. En hier een mooi moment voor op het podium straks. Op een mooie derde plaats, Rut van Aankoven en Andrea. Hier is voor u René van Wezen. Derde plaats, mannenmasters. 19 minuten, 42 seconden. Dan gaan we naar de prachtige tweede plaats. Hier komt voor u het beste raar. Aaien, niks. 18 minuten, 18 seconden. Voor de grote triatleet uit Westerhaar. Hij is er zaterdag hier ook weer bij. Dan gaan we naar de man die dit jaar prachtige dingen doet. Hij gaat nog naar het WK Halve Marathon. Hier is voor u Rob van der Graaf. Winnaar bij de Mannen Masters. Met een mooie tijd, 17 minuten, 50 seconden, krijgt hij nu ook de envelop. Dan gaan we even naar het fotomoment, maar even mooi bij elkaar, de envelop even mooi laten zien. Even lachen naar al die supporters, applaus erbij. Hier zijn René, Aaien en Rob, de snelste drie mannenmasters, 50 jaar. Goed, 40 jaar en ouder. Achter het mooie, nieuw gemaakte podium van Sput 88 staat op nummer 3. En dat is de man van Sput, Herjan Gerrits. Derde plaats vandaag, 19 minuten, 47 seconden. De prijs is uitgereikt door Mijn Visio. Dan op een mooie tweede plaats staat hij van Isa, Benny Tunker. 18 minuten en een seconde. Hij is de prachtige nummer 2 van vandaag. Dan gaan we nummer 1, Grossi dit jaar op de podiumplaats. Hier is voor u van de Ventria, Dennis Maats. 17 minuten, 46 seconden. Ben Borken gaat naar de winnaar in deze categorie, mannen 40.
Heren, even het foto moment. Je mooiste glimlach. De buik inhouden. Hier komt de foto. Herman, Benny en Dennis. De snelste drie mannen in de categorie 40 jaar en ouder. Dan gaan we nu naar de mannen senioren. Drie atleten vragen voor het podium. Graag achter nummer 3, Robert Gerritsen. Achter nummer 2. Tweede plaats, Tobias Huur Hasseline en achter de nummer 1, Nick Marsman. Dat zijn de atleten die we hier naar het podium zien gaan voor de ceremonie. Dan gaan we ze nu huldigen. Op een derde plaats, Rut van Aken van Elderen, Robert Gerritsen. 16 minuten, 47 seconden. En de envelop is voor hem. Mooie tweede plaats. Zweite plaats als Hasselunde, Tobias Ier. 16 minuten 34 seconden. Gratulieren zum zweiten plaats. Hier is Tobias Ier. Dan de winnaar in deze categorie. Hij verdedigt zijn titel met verve. Opnieuw de snelste in Hardenberg, Nick Marsman. Winnaar vanavond met 16 minuten en 7 seconden. En daarmee krijgt hij ook nog een mooie bos bloemen. En de envelop met inhoud. Dan vraag ik deze mannen. Envelop mooi even laten zien. Glimlach erbij met z'n drieën. Robert, Tobias en ik komen met z'n drieën op de foto. Heren, hartelijk dank. Dit waren de prijsuitreikingen. 5 kilometer. En met 12 minuten hebben we straks de start van de 10 kilometer. Dat zijn de mannen die onderweg zijn voor een mooie prestatie misschien vanavond wel. Dat wordt een mooie wedstrijd denk ik. Joy Sauer, William van Eten, Jan Pommer. Zijn op dit moment om er een hele mooie wedstrijd van te maken. Hoe kan Sven van Münster en Enschede. Hoe de mannen die altijd ook allemaal dezelfde lengte hebben, dank u wel. Mooi is dat, dezelfde lengte. En die kanten, die bestanden van 458 miljoen per jaar, van een pizza. Ik ga maar zo snel met de vrachtpunten en toevorming. Onderweg meer mannen die natuurlijk met een lijn van maat in de wedstrijd tegenkomen. Onderweg voor mooie prestaties ook hier Jan Overmaaf, Norman, die zijn er met een maat hier terug in deze wedstrijd van vandaag. Onderweg hier ook naar de doelpunt van Ieselwagen, de Leuzerman van de Sturms. En Bergen, die is 28 minuten vorig jaar. En dat van de wedstrijd in Zwolle Zuid moet dit jaar een pak uitleiden voor een wedstrijd dus over 4 rondjes. Hier staat er ook nog de tweede dame achter Helen Berger. Daar blijven we Wim Raamaker en Pascal van Zon. Dat zijn de mannen van Sparks die hier aan de Schilderweg die ook vanavond hier meedoet. Dat wij de gescoord achter 80 hebben gedaan op dit moment. Voor aanloop is Helen Berger dat in de straken. En dan krijgen we Marlijn Herberts. We hebben Rianne Nieuwolds. Dat wij de gaan dat de diekruk 85. 485. Ook onderweg hier in zijn eigen kletterstandaf. Wilberts, Blazen, Zuchten, Van Roel, Van Roel. Van Roel, die groeten van. Onderweg voor nog 3 keer de ronde vandaag. We staan er 601. Sharon Becker is de volgende dame. En hier hebben we Peter Fleuken. Die heeft een kleur.
Niks meer. En dan gaan we zo op 4 ronden. Dat gaat over het tempo, man. Ook daar de dames en Ommer. En daarin gaan we daar elkaar. En dan gaan we het goed door van de Barokok en Hardenberg. Toen houden de mannen Boerbrands op de weg nog. William van Eyken is de 5 kilometer kampioen. Dat zijn de twee mannen die halverwege zijn. 16:32 en komt er nog wat door de lijf hier van Jan Kullen. Dan moeten we wachten. 34:28 zou een mooie tijd kunnen zijn. Een kwestie van afwachten. We zien daar dus voorbij komen. En dan krijgen we weer naar de snelste dame vorig jaar, 38 minuten en 8 seconden. Helen Berger, halverwege de wedstrijd. En daarbij zit ook Zandi Denis uit Utah, de tweede dame. In deze wedstrijd hebben we 10 kilometer. Hier is Robin Kos en Bella Hendricks. Maar hier de doorkomst met Dirk Platjes uit Circuito. En dan ook verder natuurlijk met Roger, Man, Boerlanger, Marlon Haanhoven, Barlo, Romberg, Pascal van Zon en in de raamhaker op 2:06 van de jongens. 20 minuten, wedstrijd, halverwege. En hier komt Henk Oldenhinkel, ook van Bart Stevens. En ook onderhands is de Vries en Hardenberg. Gaat verder met 30. We staan op 491, volgen dat namens Hans Stroemer en alle Rijnlichaam. Hardenberg. Hammer en Tijds uit Arnhem. En Marleen Herbert is het hier. De derde dame. In de categorie dames senioren is het op dit moment. De finale ronde hier in Hardenberg. Waarin ze mijn visio prepper staat nog. Jan Tilleman door na de tweede ronde. En we gaan dus ook de finale weer over Rianne Nigot in deze 10 kilometer. 22 minuten, dat is prima halverwege. Maar ja, nu komen er nog twee. Dat zijn de mooiste. De rondbeeld moet kunnen. 44, 45 minuten. Dat zijn toch hele mooie tijden hier aan de rand. Herman Henk, twee rondjes nog één keer aanzetten. En blijven gaan, tempo moeten vasthouden. Gaat Jan Meijer door. En ook Doorkom van Fieke van Keulen, Kevin de Bruin. En je ziet het aan het gezicht, het grote afzien is begonnen. Albert Leijden, Sharon Dekker en Hardenberg. Op het, de tweede ronde nog. En dus dan de marathon over in het voorbeeld. Wij moeten dat zien in de laatste ronde nu. Jay Sauer, ervaren, verkocht in Van Maasel in de weg met nu de leiding. En William van Eyken, tijd van Gamee, top aan het gaatje. Van Eyken, Sauer en Pullen blijft nog altijd een beetje in de buurt. 34-35 zou een sowieso natuurlijk ook een podiumplek. Echt wel tot aan het eind hoe hij dat moet doen. Nam hier ook de leiding, met andere woorden, die laatste ronde gaat nog één keer aanzetten om te kijken of Van Eyken nog in de buurt kan blijven. En Tikstra, de winnaar van de grachtenloop in Coevorden, is de volgende man. En Gerald Nijhoff is de man die denkt van, zo, de laatste ronde kom ik nog in uit Noordhorn. Gerald Nijhoff kijkt er nog door en ziet Tikstra gaan. Hier de mogelijkheid. Voor de gediplomeerde kleinste van Battleberger, Frank van Nussen, kan misschien nog gaan doen in de laatste ronde, en die komt in. Nou, ken je hem nog? Kijk op dit moment, derde plek algemeen. Door al twee, en dat was ook in de voorlaatste ronde zelf. En nu gaat hij naar een prachtige dag hier. 34 minuten, la la la, een talent is hier ook. Deze man uit de Duitse nieuwe William van Eyken. 34-34. Kijk naar het gezicht, hè. Zo glimlachen van. Ja, dat is mooi. 34-34. Die zijn toch groot bij het hoor. Ook applaus. Prachtig gedaan. Master is jou. Maar zoveel mooie wedstrijden al gewonnen. Prachtig gedaan. Dat is ook een Appenmedaan. Twee mannen binnen. Twee prachtige atleten. En een prachtige wedstrijd ook.
Hij zag die kabel niet in en gaat er zo overheen. Dat moet niet hebben. Goed gedaan, Sven van Münster. Volgende rijdt hier aan de finishlijn, Sven van Münster. De tocht dat al die mannen krachtig gelopen hebben. 35 minuten, we hebben er 4 winnen. 45. En dan zijn wij mee op deze mooie zomeravond in Hardenberg. En Gerald Nijhoff loopt ook met de minuten. Ja, goed dan Gerald, we gaan net even 36 minuten aantrekken. Maakt niet uit, mooie tijd, 37.09. Mooie tijd hier in en Hardenberg. 37.09 natuurlijk, de man van de Sterres, die is net daar achter. En dat is iets waar we nu krijgen naar de volgende rijd. En dat wordt Jeroen Ventrooster. Dan merken de Vries gaat hier winnen. Bij mijn visio klokken staat nog 38 minuten. Net aan voor hem. En dan staat nog 10. Dat is zo nieuw. Net als voor de zaal hier. Wel zo'n 10 kilometer. En Frank de Mosje heeft nog sprint. Sprint in de benen. Voor de laatste rijders. Ja, zul je altijd zien, hè. Hier is de lijst van Frank de Mosje. Ja, kilometer. In Sanderboek. En Ine Stijker wordt de nummer 2 vanavond in deze Mijn Visio Klepper Stadblok. Prama, de ruimen naar de tweede klokkenmoord is Ine Stijker 40 minuten en 45 seconden. 20 dames en dan is de categorie dames 500. Minuten 24 seconden was het Pascal van Zon. En Gerlo Hinkert zat daar al net voor. We krijgen weer plaatjes. En we krijgen een vermoeide krijger op Marienberg. Wim Ramaker. Want hier ook deze vrachtwagense vleugel Marienberg. Annex Vogelhoedhebber, Annex Vogelgraaf, Annex Hartelhoedhebber, Wim Ramaker. Afzien. En hier komt Mario Lambering, de man die op actie met de restjes, maar ook in de handloopschoenen. Hij doet het prachtig vanavond. Twee rondjes te gaan, Tamara Fasciniratia. En Luttenberg, we hebben hierheen over een koel. En dan komt Tony Hogeland met nog 1 rondje te gaan, de laatste ronde. En op Onno Alsens de Vries gaat zijn handtekening. Martin Sandersen, aankomst al van Meerleden, Jan Brink, Ferry van Laar en Heinz Stroeve. Ook gefinished. Op het podium, ja, we hebben het echt mooi gedaan hoor. Bernhard Meijter vandaag, overal. En hier is de dames senioren categorie. Dan Timmerman, maar voor de tijd van de 46 minuten vraag, dat is prima. Dat is een mooie eindtijd. We gaan het nu nog voor de volgende dame. En Jeroen Denkel van het Zwoer is ook klaar met zijn flipperstadlap. Het is gedaan, vorige naam zal komen, dubbing doet dat voeten van Keulen. En ook deze man, Herman Wennink, gaan voor de mooie prestaties. En op mij, Pink Lau, door de keurig, de dame Kuala Lumpur, jawel. Hier aan de finishlijn door het werkzaam met de mooie taak. 47 van Christian Kuiper. Hier komt in de oude Franse aankomst van Gert-Jan Meijen. Netjes gedaan vanavond, allemaal mooi. De tijd net onder de 50 minuten. Met de Graf Meijen, met de Kuiper de Vleuken, met de Kuiper Hogenter, met Kevin de Bruin. Allemaal, nog net onder die 50 minuten. Ja, nu wel weer goed. Jorg Finema uit Hardenberg. De volgende in de uitslag hier. Zijn naam is ook terug bij het Kasseinsbordat. Met een mooie 10 kilometer vanavond. En we gaan ook bijschrijven in de uitslag. En in de zomer. Oeh. 51 jongen, 51 miljoen 5. Dat is een 51 minuten. We zijn hier van Sharon Becker. In deze team. En ook dankbaar van Marcel Hakkers uit Hardenberg. 602 in de volgende dame, Alicia Venema. Nummer 604 is Elke Corvet. 600 is binnen. En dat is Monika van Hardenberg.
De 54 minuten op zijn de 10 kilometer. Arie Hallenberg. Binnen, mooi gedaan. Karel Klok. Voor deze tweede houding van weg naar de finishlijn. Een klein applaus natuurlijk. En we hebben netjes gedaan hoor. Tommy Holleman is er een van. En we staan met 612 voor de Tamara van Zinitia Lubbenberg als finisher. 57,59. En dan gaan we zo straks. Thank you.